welkom bij Eiburg Live, de talkshow van Eiburg TV. De laatste donderdag van de maand is het weer, dus we hebben weer een bomvolle uitzending, maar goed. Met heel veel onderwerpen. Zeker, we hebben Thijs Reuten, die alles over Eiburg weet. We hebben Zita van de Boerderij, Janine en Annemieke Jansen, sorry, die een receptenboek hebben gemaakt. We hebben de mensen van Freiburg en meester Floor Michels, die juridisch advies kan geven per minuut. En dat is zeker heel handig bij Eiburg. Jeroen, zeker. We hebben ook nog Pieter, onze weerman, die gaat vertellen wat het weer deze zomerperiode op Eiburg wordt. Te gast bij mij is Thijs Reuten, stadsdeel Oost, Zita Pels van de Boerderij op Eiburg en Hans Pijs van het Eiburg Nieuws. Welkom. Dankjewel. Thijs, ik wil met jou even beginnen. We hebben, de Eiburgers hebben een brief gehad in de bus, een paar weken geleden, waarin expliciet stond dat er eigenlijk niet meer gezwommen mag worden op Eiburg. Wat is daar de reden van? Nou ja, wat zal ik daar nou eens op zeggen? Kijk, ik denk dat wij niet, en dat willen we ook niet, we willen geen stad waarin op elke straathoek iemand staat die precies zegt wat er wel en niet mag. Maar zwemmen is in de niet daarvoor bestemde delen volgens de regels verboden. Dat mensen dat vervolgens toch doen op eigen risico, ja, dat kunnen we natuurlijk niet op elke straathoek iemand neerzetten die dat tegenhoudt. Maar het is wel belangrijk dat iedereen zich in ieder geval bewust is van de gevaren. En mocht het zo opgevat zijn dat mensen zich aangesproken voelen en zeggen van ja, ik heb daar altijd nooit problemen mee gehad, dan was dat niet de bedoeling. Maar ik denk wel het goede is dat iedereen zich bewust is, met name van kinderen, van de gevaren van het zwemmen in niet goedgekeurd zwemwater. Ja. En het stond ook springen van bruggen, maar dat begrijp ik. Maar het zwemmen gewoon in de vaarwateren, daar wordt eigenlijk niet op gecontroleerd dan. Ja, ik zeg al, we moeten ook niet toe naar een stad waarin op elke straathoek iemand staat die zegt wat de regels zijn. Maar het verantwoord omgaan met de gevaren en ook met de mogelijkheden die er toch zijn om je ook te bezeren als het niet een plek is die goedgekeurd is. Daar moeten we wel met elkaar goed naar kijken. Ja. Is er een aanleiding voor? Is er iets gebeurd of zo? Nee, er zijn... vorig jaar kon je toch gewoon nog overal zwemmen? Althans, mocht misschien ook niet, maar... De regels zijn precies hetzelfde als vorig jaar, het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. En waarom dan nu die brief? Omdat wij op allerlei manieren, en ook via het Amsterdam.nl is er weer aandacht aan besteed, maar op allerlei manieren mensen wel willen wijzen op de gevaren die het meebrengt. Ook omdat er, zelfs op plekken waar mensen ook denken dat het goedgekeurd zwemwater is, maar het niet is, gebeuren soms toch ook ongelukken. En wij willen in ieder geval duidelijk maken dat mensen echt goed zich bewust zijn van de gevaren en de risico's. En dat is volgens mij... Zijn er echte plekken waar wel gehandhaafd gaat worden, omdat het echt link is? Ja, kijk, het blijft dus zo, hè, omdat er op heel veel plekken in Amsterdam, ondanks dat de waterkwaliteit wel heel goed is, officieel niet gezwommen mag worden, dat op het moment dat er inderdaad, bijvoorbeeld als het heel warm is, heel veel grote groepen bij elkaar is, waardoor ook andere zaken in gevaar komen, misschien andere verkeersgebruikers daar last van hebben, en er is dan handhaving aanwezig, dan kan dat natuurlijk tot handhaving leiden. Ja. Maar er zijn geen plekken die echt de zwakke plekken zijn? Nou, ik weet toevallig dat in het oostelijk havengebied, maar dat is ook echt heel gevaarlijk, die brug, de rode brug met die hoge bult erin, dat wel een beruchte plek is. Die is ook tegelijk heel leuk, want dat vinden kinderen ontzettend leuk om daarvan af te springen, want die is lekker hoog. Maar dat is ook echt wel een gevaarlijke plek. Maar kortom, we hoeven dus niet bang te zijn dat als onze kinderen zwemmen, dat ze met een boete van €50 terugkomen omdat ze daar niet mochten zwemmen. Ja, ik kan dat dus, zal wel meevallen. Ik kan dus niet zeggen, gaat u gerust overal zwemmen als stadsdeelwethouder. Maar kijk, als mensen gewoon zich verantwoordelijk gedragen en als met name ook ouders zorgen dat kinderen op een verantwoorde manier daarmee omgaan. Ja, ik weet hoe prachtig het is in de Groene Tunnel bijvoorbeeld. Ja. En daar is natuurlijk gewoon ook een uitgelezen plek om zomers na het werk even te zwemmen. Okay, dus we hoeven ons geen zorgen te maken wat dat betreft. Zita Pels van de Boerderij op Eiburg. Vandaag hebben jullie een persbericht eruit gestuurd. Met een beetje een noodkreet van help, er gaat een tennisbaan gebouwd worden en wij moeten weg. En wij voelen ons een beetje in de steek gelaten, ook door het stadsdeel. Want jullie hebben met de heer Van den Burg, wethouder in Amsterdam, gesproken. En die zei doodleuk tegen jullie, we gaan een tennishal bouwen en jullie moeten weg. Dat was een beetje de strekking van het persbericht. Dat is ongeveer de strekking van het persbericht, ja. Al is het niet zozeer dat we teleurgesteld zijn in het stadsdeel, want daar hebben we steeds goed contact mee gehad. En het stadsdeel heeft ook de boerderij mogelijk gemaakt. Maar vooral de stad.
Dat we erg teleurgesteld waren in de centrale stad. Want die heeft ons in het gehele proces, in het nadenken over deze kavel, ons gewoon niet gekend. Ja, maar jullie hebben wel, toentertijd, hebben jullie afspraken gemaakt met het staddeel. Over de verblijfsvergunning en over de tijdelijke van de verblijfsvergunning. En er zijn ook nog andere afspraken toen bedongen die nu niet na worden gekomen. Ja, dat klopt. Er was een open proces beloofd waarin bijvoorbeeld de maatschappelijke relevantie zou worden bekeken. Maar ook naar het draagvlak zou worden gekeken in de wijk. En dat is niet, dat is totaal niet gebeurd. En ik denk wel wat een groot verschil is, is wij zijn met de boerderij nooit gegaan voor een tijdelijk initiatief. Bijvoorbeeld omdat we wisten dat er woningen zouden worden gebouwd. En dat we dachten, we nemen een paar moestuintjes en dan na 2 jaar we weten dat we weer weg moeten. Wij zijn voor een permanent verhaal gegaan, maar hebben eerst een tijdelijke plek gekregen. Ja, dus het was tijdelijk. Ja, we hebben een tijdelijk contract. Ja. Maar we hadden liever 2 jaar terug of 1 jaar terug en gelijk een permanent contract gehad. Ja. Juni 2016, volgend jaar is het over, hè? Ja. 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 Dat klopt. En maar wat jullie hebben gesproken met Erik van den Burg, de wethouder in Amsterdam. Wat heeft hij tegen jullie precies gezegd? Dat hij een tennishal gaat bouwen. Ja. Ja, dat was eigenlijk de korte samenvatting. We kwamen binnen, we hadden hem nog niet eerder gesproken, ook niet over ons initiatief. We hebben wel een aantal keer eerder geprobeerd contact te krijgen. En nu kregen we eigenlijk een soort exitgesprek. We hebben nog niet eerder de tijd gehad om te horen hoe leuk jullie initiatief is. Maar we gaan in ieder geval niet op die kavel mee door. Ah. Jullie hebben wel gezeten of ben je gewoon blijven staan? Want het was eigenlijk meteen weer doei. We mochten wel even zitten hoor. We kregen wel koffie en zo. We kregen ook zelfs nog koffie. Ja. En hij heeft ook wel uitgebreid met ons doorgesproken wat dan misschien mogelijkheden zijn. Maar ja, die zien wij minder rooskleurig in dan hij. Ja. Is dat een goede manier van politiek bedrijven? Ja, goede manier van politiek bedrijven. Kijk, ik wil het wel even toelichten, want ik denk dat Sita gelijk heeft. Wij hebben natuurlijk, en dat ook met heel veel plezier, moet ik zeggen, zelf heb ik ook gezegd, nou, we moeten dat gewoon doen. Zo'n initiatief van bewoners tijdelijk mogelijk maken op een plek die we ook inderdaad de komende 2 jaar was het toen nog niet nodig hebben. Dat moet gewoon kunnen. Dat is ook destijds inderdaad met de instemming gedaan van iedereen, ook de betrokkenen van Preekbureau Eiburg. Wel altijd met het duidelijke afspraak dat 1 juli 2016 tijdelijk afgelopen zou zijn. Ja. Ik heb ook altijd tegen Robert Borghuis gezegd, hè, ja. wij kijken elkaar in de ogen en die schuur moet misschien toch weer ingepakt worden. Maar ja, ik snap ook heel goed dat zeker met het succes en de waardering die het initiatief op Eiburg heeft, dat men natuurlijk dan toch wel het heel erg vervelend vindt dat nu, en dat is een afweging die echt bij het college ligt. Het college is daar heeft daar ook de ruimte voor om die afweging te maken. En dat het college er nu voor kiest om deze kavel in afwijking, wat toen overigens ook in afstemming met Preekbureau Eiburg dus is afgesproken, om te zeggen, ja, wij vinden een tender, hè, een openbaar proces waarin... Dat was de afspraak. Nou ja, waar niet alleen een voortzetting van de schuur op Eiburg, maar ook een tennisvereniging, maar ook een manege, of een ander initiatief wat interessant zou kunnen zijn, een kans zou kunnen krijgen. Dat men nu zegt, ja, wij vinden zo'n procedure eigenlijk ook niet logisch, omdat we eigenlijk al ook een idee hebben van dat die tennishal ontzettend belangrijk is, maar volgens het college. Wat kan het stadsdeel Oost daar dan aan doen? Nou, ik heb natuurlijk ook contact met wethouder van den Burg. En ik heb gezegd, ik vind dat de afweging, en dat, ja, daar moeten we ook wel duidelijk over zijn, want we hebben niks aan twee kapiteins op één schip. Het college maakt die afweging, daar moet men het besluit over nemen. Ik vind wel dat het deel van het betrekken van Eiburgers bij, ten eerste hoe vervolgens dat die kavel wordt ingevuld, want met de overdekte tennisbanen is die kavel nog niet helemaal vol. Dat wel een belangrijk punt is. En ten tweede, nou goed, en dat heeft de wethouder ook toegezegd aan boerderij op Eiburg. Ten tweede vind ik ook dat je dan wel je best moet doen om te kijken of een zo geslaagd initiatief misschien toch een vervolg kan krijgen. Ja. Ik snap dat men zegt van ja, wat heb ik aan zo'n toezegging? Ik ken de heer Van den Burg in ieder geval wel zo lang dat ik weet, en ik heb dat ook al vandaag zelfs gehoord van medewerkers van de gemeente, dat men echt erg committed is, erg vastbesloten om echt best te gaan doen, om te kijken of er een alternatieve, mogelijk, misschien weer tijdelijk, maar alternatieve plek te vinden is. En geloof je daar? Hebben jullie een andere plek op het oog? Want ik weet dat Yves Manuel heeft gezegd bij ons in de krant, van ja, er moet in het Diemenpark wel iets te vinden zijn.
toch? Dat heeft hij gezegd bij mij. Ja, wat wij weten zijn er nu 2, of eigenlijk 4 locaties in 2 gebieden. 2 op Centrum Eiland en 2 in het Diemerpark. Die worden nu verkend en wij hebben nog gevraagd om ook mee te nemen of we toch niet naast een eventuele tennishal gevestigd zouden kunnen worden. Dus daar hebben wij zelf nog om gevraagd. Dus eigenlijk zijn er 5 locaties. En wat is jullie, als je nu kijkt van volgend jaar moeten jullie weg, wat ga je het komende jaar doen? Wat gaan we het komende jaar doen? We gaan sowieso verder strijden, want we willen gewoon een permanente plek. En we zitten nu op een hele mooie, waar we binnen de bestemming vallen, de manegebestemming. Ja. Dus wij willen het liefst gewoon blijven waar we zijn. Mag ik nog 1 ding vragen? Dit is een schuur op Eiburg eigenlijk. De boerderij zou veel groter moeten worden. Als er een tennishal komt, dan gaat het grote pand dus al helemaal niet door. Dus dit lijkt me niet de meest ideale locatie naast de tennishal. Dat hangt er ook vanaf hoe groot die tennishal moet worden. Ja, hoe groot wordt die tennishal? Nou, ik weet het eigenlijk niet precies. Hoeveel banen? Volgens mij zijn het 4 banen, als ik zeg ik uit mijn hoofd. Hè. Dat is best groot. Ja, nou ja, er is op zich nog best wel ruimte, ook voor andere zaken. Ik zei het net al. Maar ja, goed, er is ook wat dat betreft een keuze gemaakt nu. Ik vind het heel verstandig dat de mensen achter de boerderij, die ja, ook met de tijdelijkheid tot 1 juli nu zitten. En ja, verstandig dat men de opties openhoudt en ook heeft gezegd tegen het college, nou ja, we willen ook nog kijken naar een alternatief samen op dezelfde kavel. Misschien dat men dat toch nog kan meenemen. Okay. Vind je ook dat de boerderij eigenlijk nooit meer van Eiburg weg mag? Nou, kijk, ik vind het ontzettend. Ik heb niet voor niets zelf aan meegewerkt, want ik vond het echt een mooi initiatief. We hebben ook met elkaar afgesproken, want Robert was... Maar dat voldoet aan alle verwachtingen, hè? Robert was in het begin alleen, hè, en is het gewoon begonnen met een groepje mensen om zich heen. Hij wist zelf ook niet of het aan zou slaan en hij heeft altijd gezegd, ik vind dat anderen het uiteindelijk verder moeten oppakken. Nou, mijn indruk is dat dat in ieder geval gebeurd is. Er is echt veel draagvlak voor. Dus ja, als ik nu een nieuwe keuze zou hebben om te kijken of er een plek zou zijn, zou ik daar natuurlijk naar gaan kijken. Maar ik heb in ieder geval op deze plek het maximum gedaan om het hier mogelijk te maken. Hè? Want tijdelijkheid is altijd een gevoelig punt, omdat je altijd op dit moment aankomt waarop de tijdelijkheid weer eindigt. En als iets dan een succes is, dan ja, zegt iedereen, goh, kunnen we het niet toch permanent maken? Zo gaat dat in Amsterdam. He, niets zo permanent als tijdelijk. Dus ik zou wat dat betreft ook iedereen willen oproepen om juist samen te werken. Samen te werken ook met alle mensen die verstand hebben van al die nieuwe locaties. Om te kijken of er weer een nieuwe plek te vinden is. Maar kunt u Sita ook toe zeggen dat jullie een beetje gaan trekken en duwen en dat het nou, goed komt? Nou, ik ben, ja, dat is iedereen die mij een dagje langer kent dan vandaag. Ja, maar iedereen die mij een dagje langer kent dan vandaag, die weet dat ik niet zoveel, want daar koop je niet zoveel voor toezeggingen. Dat doe ik dus ook niet zo aan. Ik zeg wat ik doe en dat is inderdaad mij oproepen ook om samen te werken en te kijken met de deskundigen van die locaties van het projectbureau Eiburg of er een goede alternatieve plek is. Want ik ga niet over de toewijzing van deze kavels in het grootstedelijk gebied. En ik heb in ieder geval bij de wethouder ook mijn best gedaan om te zorgen dat er op een goede manier gecommuniceerd wordt met hun, maar ook met andere Eiburgers, ook over de eventuele mogelijkheden. Oké, wij gaan het, wij blijven het volgen natuurlijk. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we dat zeker gaan melden. Machtel, jij staat met 2 dames die iets heel lekkers hebben kunnen maken. Annemieke en Janine Jansen. Janine, Annemieke. Ja. En jullie hebben een heerlijk boek gemaakt. Een boek met recepten dat ook nog, ja, die lekker en gezond zijn. Hoe kom je erop? Zij is cardioloog. Oh. Zij mag het vertellen. Oh, nou, mag het vertellen? Ja, oh jee, wat een eer. Nou, in de eerste instantie was mijn gedachte inderdaad om onze krachten te bundelen. Dat we zeggen, ik krijg dagelijks de vraag van mensen die inderdaad zeg maar hun gezondheid in ieder geval willen ondersteunen door zo goed mogelijk te eten. En het proces, dus dat ze inderdaad een hartinfarct gehad hebben of zo'n open hartoperatie. En dat ze dat absoluut willen voorkomen dat niet nog eens een keertje gebeurt. Ja. Dus die willen voorkomen. Ja. Dus die willen zo gezond mogelijk leven. Dus als je dat wil uitleggen en op papier wil zetten, dat was de gedachte. En ik dacht, mijn zus die is erg goed in koken. En bovendien is ze een mooie, ja, ze kan hartstikke goed vormgeven. Dus ik denk, dat moet samen een goede combinatie kunnen worden. Als we dat inderdaad wetenschappelijk verantwoorden. Ja. Maar wat is dat dan? Wat moet je dan eten om gezond te blijven? Nou, je hoeft helemaal niet zo heel veel te eten om gezond te blijven. Maar een beetje richting de mediterraanse keuken. Dat is juist hartstikke... Veel olijfolie. Ja,
olijfolie is heel erg gezond, veel noten. Pasta? Dat juist weer niet, helaas. Maar in ieder geval alles zeg maar een beetje gevarieerd met maten. Maar juist inderdaad de olijfolie, de noten veel, veel vis. Vooral veel vette vis. Ja. Dat is hartstikke gezond. Ja, het ziet er heel erg mooi uit. Hè? Ja, en die foto's zijn allemaal van jou afkomstig? Ja. En hoe doe je dat? Zakt het dan niet in en verkleurt dat niet? En het wordt allemaal koud en zo? Ja, we hebben 2 jaar lang koud gegeten. Dus ook best heel lekker hoor, maar het is me wel meegevallen eigenlijk. Sommige dingen die worden lelijk en vies en die ga je niet zo op de foto zetten, toch? Ik krijg een vel, maar ja, dan ren ik even naar boven en dan gaat het even op het vuur en dan en dan gaat het toch ook wel weer goed hoor. Ja, en kan je een recept noemen uit het boek wat heel lekker is? Ik vind de couscous erg geslaagd. Het is echt in 5 minuten klaar. En even uitje pakken. En daar amandelen erbij, die ook bakken. De couscous is sowieso heel vlot. Heel handig, hè, voor Eibeurse gezinnen. Hè. Veel kinderen, ja. Zo klaar. Ja. Ja. Nou, het ziet er prachtig uit. En ik heb ook ontzettend goede recensies gelezen erover. Dat de topkoks er ook uit moeten gaan koken en zo. Dus je kunt trots zijn op dit Eibeurse boek. Mag ik nou helemaal geen lekkere taart meer eten? Tuurlijk wel. Je kan altijd lekkere taart eten. Dat is ook de insteek van het boek. Hè. Je moet nooit te erg op een dieet gaan volgen of zoiets. Maar het is wel goed om op te letten dat je niet al te veel suiker eet. En vooral geen boter, liefst geen boter. Want ik zie daar cake, zit er nog geen boter in? Dus wij hebben lang gestudeerd op een soort taart die je maakt met olie. En die je maakt bijvoorbeeld met reuzel. Hier zit reuzel in. Ik ben wel benieuwd hoe dat smaakt. Ja, ik wil wel proeven. Ja. Reuzel? Reuzel, wat is dat ook alweer? Eet het maar eerst, hè? Oh, maar heel lekker. Proef geen reuzel. Ja. Misschien wil het publiek ook proeven. Kom maar. Ja, hartstikke lekker. Ik proef bramen of frambozen, kan dat? Ja, nee, dat kan. Er zit er, volgens mij, zij heeft deze gemaakt, maar er zitten frambozen in. Maar het gaat dus eigenlijk, het is inderdaad heel lastig om nog een goede taart, zeker gebak te maken, met inderdaad wat minder slechte vetten en wat minder suiker. Even vragen aan de meneer. Hoe smaakt dat? Ja, heerlijk fris, niet te zoet. Nee. Ja, en jullie, heb je een hapje genomen? Nee. Wat denk je dat erin zit? Nou, reuzel. Ja. Wat nog meer? Een beetje citroen. Lekker. Water. Ja. Doe ik ook wel erbij. Oké. Okay. Frambozen, ja. Heb je nou al gezien? Nou, dus je kan prima op die manier gezond eten. Ja. Dat is helemaal de insteek, dat je wel lekker moet kunnen eten. Want ja, anders is het ook zinloos, want dan houdt niemand het vol. Nou, en daarna kan je iets lekkers lekker gaan drinken bij Café Ed's. Dankjewel, Janine. Dankjewel. Ik ga even naar Ed's. Ed, hebben we nog nieuws? Ik weet dat je in Portugal was, dat weet ik. Hè? Maar ja, tot daar komt het nieuws ook wel over Eiburg, toch? Net vers van de pers, echt net vers van de pers. Ja? 2 overvallers opgepakt. Oh. 10 achtervolgingsauto's op Steigereiland nog in 3 minuten geleden. Dus dat is echt helemaal vers. Uit Zaandam, dus moet maar even kijken. En we hebben heerlijke bier, maar dat wisten jullie al. Wat was het, dan weet je het? Dat weet ik verder niet, alleen maar dat het net gebeurd is. Dus dat is toch wel heel interessant om te horen. Nou, verder de officiële opening van de Reuringmarkt aanstaande zaterdag. Toch ook wel heel belangrijk voor Eiburg, denk ik. En tot slot de opening volgende week van de nieuwe Eiburgse ramp, zal ik maar zeggen. De ramp. Maar daar weet jij volgens mij meer van. Daar weet ik meer van, ja. Ja. Vertel. Vertel. Ja, nou, de mini-ramp komt op het veldje tegenover NRP. Okay. Dus hij komt er na 5 jaar leuren. Dus je moet gewoon even een lange adem hebben. Dat wel. Lukt het? Nou, hartstikke goed. Ja. Nou, dat was hem. Ja. Dankjewel. Muziek. We hebben ook 2 mannen. En volgens mij een soort Tom Waits, hè? Je bent eigenlijk ik vind jou wel een beetje Tom Waits, als Tom Waits klinken. Hij heeft krullen, hè? Ja. Ik niet. Maar die stem. Die stem? Nee, ook niet.
Nee. Wat gaan jullie spelen? Greengrass. Niet zeggen, niet zeggen. Greengrass, een eigen nummer? Nee, van Tom Waits inderdaad. Dat zei ik toch? Ja. Oké, Otto? Ja, en Marcel. En Marcel. Samen zijn wij Grofins. Grofins. Nog een keertje? Grofins. Oké, applaus. Above me, lay down in the green grass, remember that you love me, come closer, don't be shy, sit beneath the rainy skies, the moon is over the rise. Think of me as the train goes by. Clear the thistles and the brambles. Whisper, didn't he ramble? Now there's a bubble of me, and it's floating in thee. Stars and tossum. He took the trees from the blossom. You can be free of me. They're gonna make a tree of me. Don't say goodbye to me. Oh, don't be shy to me. The weather fain will say it's gonna look like rain today. Lay your heart where my head used to be. Hold the earth above me. Lay down in the green grass. Remember that you love me. Dat was een mooie muzikale intermezzo. En zo na afloop nog meer muziek van dit duo. Aan tafel bij mij Hans Oudendorp en Hilde de Does van Vrijburgt. Vrijburgt is sinds kort failliet. Ze konden de huur niet meer betalen. 8000 euro per maand betaald. Ze konden ze niet meer betalen. Zijn failliet. Ja, de kroeg, hè? Dat we, de kroeg, ja. Nee, ja, de kroeg is failliet. Ja, dat niet het zijn ook mensen die het theater... Ja, het theater staat niet buiten. De kroeg die kon de huur niet meer opbrengen. Ze zijn failliet. Het is gesloten. Er zijn nu 3... bijeenkomst geweest in de buurt. Gisteravond was de laatste bijeenkomst. Kunnen jullie even vertellen wat precies daar besproken is? Ja, wat er besproken is...
zijn eigenlijk de mogelijkheden om door de buurt het café over te nemen. Dat is eigenlijk het doel. Hè? Het is eigenlijk ontstaan doordat Ricky en Willem hebben een soort huiskamer-idee. Wie zijn Ricky en Willem? Dat zijn de voormalige uitbaters. Okay. Die hebben in 10 jaar tijd een soort huiskamer-idee gecreëerd. En na het faillissement is er toch enorm ontsteltenis ontstaan in de buurt. En daardoor is het initiatief gekomen om te kijken of de buurt het café kan redden. Ja. En in die hoedanigheid zijn allerlei scenario's besproken. Omdat, maar ontsteltenis omdat het zo zielig is voor die twee mensen die nu werkloos thuis zitten, of omdat dat café niet te behouden kan worden? Omdat... Ja, vooral... Ja? Geen ruzie, hè? Nee. Vooral omdat wij vinden dat het voor de buurt ook beschikbaar moet blijven. En de buurt daar moet kunnen blijven komen. Maar ook dat het een dat sociale functie houdt. Dat vindt de buurt houdt. Zelf ook? Ja, de buurt vindt dat. Ja. We hebben in no time op de vergaderingen zeg maar gemiddeld 80 mensen daar gehad. Er hebben zich inmiddels meer dan 500 mensen aangesloten bij de Facebookpagina die we hebben. En er hebben inmiddels zoveel mensen ingetekend met een bedrag dat ze willen beschikbaar stellen. Dat we op de 75.000, 80.000 euro zitten. En we hebben meer nodig natuurlijk, hè, om het te kunnen kopen uiteindelijk. Maar dat is in ieder geval binnen 2 weken gerealiseerd. Ja, maar je zegt er is een huiskamer gecreëerd als café. Maar ik heb ook vaak gehoord van ze zijn pas laat open. Ze zijn 's ochtends niet open. Je kan 's ochtends geen koffie drinken bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Dat helpt natuurlijk ook niet echt mee om daar echt een buurtcafé van te maken. Als het pas om 3 uur open gaat. Dat klopt, ja. Het idee is dus ook om openingstijden langer te maken. Dus 's ochtends dat je daar met je laptop kan werken. Of ja. Nadat de kinderen naar school wat je ook op andere gelegenheden ziet. Dat je meer gebruik maakt van die locatie. Ja. Dat klopt, ja. Dat idee is het. Kwamen jullie er zelf veel? Want ik denk het is failliet gegaan omdat er niet veel mensen kwamen blijkbaar. Nee, het is failliet gegaan omdat de kosten te hoog waren in verhouding tot de baten eigenlijk. Ja, dat is meestal met het is echt een buurtcafé. Dat betekent dat de klanten ook echt uit de buurt moeten komen. Gebeurt dat? Dat gebeurt ook, maar blijkbaar niet genoeg om zo'n hoge huur op te hoesten. Wij vinden ook dat zo'n hoge huur niet zou mogen bestaan voor een dergelijk sociaal café, zeg maar, voor de buurt. En we zijn ook niet het enige waar het op dit moment aan de hand is. Hè. Als je kijkt naar Stadsdeel Oost, Stadskantoor. Daar zit een Grand Café waar mensen met een beperking in werken. Ze hebben te maken gekregen met een huurverhoging, ik geloof februari, van 1500 naar 6000 euro per maand. Oh. En zij weten gewoon dat ze voor het einde van het jaar gaan omvallen. Nou, al dit soort initiatieven kunnen natuurlijk nooit met dit soort huren bestaan. Maar wie bepaalt dat? Van wie is die In het stadsdeel is dat de gemeente. Nee, hier bij ons is het de kei. Van de kei. Van de kei. En ja. Gaan jullie dan ook praten over een lagere huur? Natuurlijk. Want anders gaat het de volgende keer weer omvallen. De bedoeling is dat... het is natuurlijk failliet, hè? Dus je moet de Activa overnemen. Ja. Even het scenario is de Activa overnemen. En daarna een tijdelijke huurcontract. Totdat er een datum is waarop het pand geleverd kan worden. Dus we zijn de koop nu aan het voorbereiden. En dan willen we die koop overnemen voor een bepaalde datum. Maar we willen het café zo snel mogelijk open hebben en dan is het een tijdelijk huurcontract. Maar denk je dat het rendabel kan zijn? Ja, we denken dat het rendabel kan zijn. We zijn nu aan het bezig met de exploitatie om dat door te rekenen. En zeker met een langere openingstijden en misschien 2 uitbaters. Hè? Je kunt heel goed voorstellen dat er iemand 's ochtends koffie doet en lunch. En dan misschien iemand 's avonds een diner. Ja. Waarom zouden er niet 2 uitbaters... Maar wat is erop tegen? Zal ik even advocaat van de duivel spelen? Als er een commerciële andere partij komt... die gewoon wel die café de hele dag openzet... en waar je gewoon je koffie kan drinken. Wat is daarop tegen? Daar is eigenlijk niets op tegen. Het enige is dat wij als buurt dat huiskamergevoel willen behouden. Ja. En als je dat echt wil... dan kan je toch het beste de regie zelf houden. De regie zelf in eigen hand houden. Dan kun je het helemaal vormgeven. En dat is ook het idee achter die koop. Dus jullie willen dan zelf achter de bannen zo staan? Nee. Maar wat bedoel je dan met regie? Wat het is een beetje dat we in ieder geval niet meer afhankelijk zijn van een, in dit geval, grote coöperatie, hè? De KEI. Die dergelijke huren vraagt, zodat mensen daar failliet op gaan. Maar het is toch van de KEI? Daarom willen we het kopen.
Als je dat koopt, dan ben je daar niet meer van afhankelijk. Wij kunnen het kopen, dat kan ook niet overal natuurlijk. Ja, althans, dat kunnen niet overal buurtgenoten. Alhoewel, we zagen in... we hebben één van onze buurtbewoners die betrokken is geweest bij een coöperatie in Londen bijvoorbeeld. Café in Londen, wat ook dreigde failliet te gaan en gesloten te worden. En de buurt heeft zelf in de vorm van een coöperatie ingelegd het café overgenomen. En het bestaat nog. Ja. En wat is het tijdsplan, zeg maar? Het is nu failliet, het is nu dicht. Ja. Op wat voor termijn kunnen we verwachten dat het weer open gaat of dat jullie iets gaan doen waardoor het café weer open gaat? Morgen, als het aan mij ligt. Ja. Maar dat kan niet. Nee, maar het ligt niet aan jou. Maar wat... Nou, het idee is, je moet in principe... je wil natuurlijk zo snel mogelijk, hè. Maar er zijn natuurlijk allerlei dingen die je af moet wikkelen. Je moet met de curator tot overeenstemming zijn. Anders kan het gewoon niet open. Ja. Dus we zijn nu bezig om het zo snel mogelijk open te stellen. We denken aan 11 augustus, 9 augustus ongeveer, na de zomer. En dan een korte periode huren en daarna de overname. Maar jullie hebben nu 80.000 euro al. Dat ja, ja, ja. En nog een toezegging van 26. Wat hangt van de prijs af die de kei ons berekent. Meestal met als iets daar hebben wij nog wat politiek voor nodig om te zorgen dat ook dit soort grote reuzen beïnvloed worden. Dat zij natuurlijk iets doen in die koop. Hebben jullie al met ze overlegd? Niet rechtstreeks met de kei, dat kan niet nu. Hebt nu te maken met de curator, omdat er sprake is van een faillissement. Dus de curator is een stap naar de kei toe. Die gebruiken we in ieder geval. En uiteindelijk willen we met de kei onderhandelen. En die prijs, ja, dat is een onderhandelingsverhaal. Dus hoeveel gaan jullie bieden? Zij hebben flink winst gemaakt de afgelopen jaren. Hè? Ja. Iemand van ons in de buurt heeft uitgerekend 75.000 euro per jaar. Hoeveel gaan jullie bieden? Wij gaan voor ons nog iets van 2,5, 3 ton bieden. Oké. Okay. Goed, maar we hebben Thijs Reuter hier op de bank zitten. Kan het stadsdeel iets doen tegen dit soort coöperaties die eigenlijk te hoge huren berekenen aan dit soort initiatieven? Kan het stadsdeel daar een actieve rol in spelen om dat lager te maken of dat te voorkomen? Dat de mensen omvallen? Ja, laat ik vooropstellen dat ik het zelf heel triest vind voor de familie die het café had. Ja. He, want hoe je er ook tegenaan kijkt en wat de voorgeschiedenis ook is en hoe dit allemaal in elkaar steekt, is natuurlijk voor hun gewoon een persoonlijk drama. Ja. Kijk, het is wel zo dat de contracten getekend zijn. Hè? Daar is ook niks aan te veranderen. Dus het is in principe een relatie tussen huurder en verhuurder waar wij ook echt buiten moeten blijven, want anders wordt het een rommeltje. Ja. De kei en ook andere corporaties zijn over het algemeen, maar dat is vaak aan de voorkant, hè, als een pand opnieuw op wordt geleverd, best bereid om te kijken hoe ze een goedkopere maatschappelijke ruimte of een ruimte die voor een lagere huur beschikbaar is, in het totale plan kunnen verwerken. Men heeft nu kennelijk, zeg ik, ik ken de details onvoldoende, een huur die men ingerekend heeft en waar in de afgelopen jaren in ieder geval ook iets mis is gegaan. Ongelooflijk vervelend. Ik vind het heel goed dat bewoners nu zelf het initiatief hebben genomen. Daarmee komt het café voor de familie die het had niet terug, denk ik. Maar wie weet. En ik denk dat het nu zaak is om inderdaad, en dat zie je op veel plekken gebeuren, ook in Amsterdam, dat er eigenlijk gewoon hele goede, rendabele plannen te maken zijn als mensen via crowdfunding, maar ook op deze manier de zaken bij elkaar leggen. Ik zou de nieuwe potentiële eigenaren wel willen adviseren om zelf ook weer heel goed te kijken naar hoe je dat op een goede manier doet. Ja. Om niet het volgende drama te creëren. Want het is natuurlijk toch ook een vak, hè, om zo'n café te hebben. Ja, maar ik zeg het ook omdat natuurlijk als je ziet op Eiburg hier zijn een aantal maanden zijn er heel veel winkels ook omgevallen. Ja. Die zijn failliet gegaan. Ja. Kijk, dat gaat het stadsdeel natuurlijk ook aan. Ja, daarover hebben we wel ook via de winkelstraatmanager contact met de corporaties. Dat gaat dan niet zozeer omdat wij natuurlijk niet kunnen treden in een individuele contractrelatie met een winkel. Maar wij zeggen wel, en ik had het toevallig net met de buurvrouw hierover, dat ik bijvoorbeeld ook tegen corporaties, niet op een individuele basis, maar wel in het algemeen zeg, van joh, als je nou wil dat er in een pand wat nu leeg staat iets gebeurt, dan zul je toch eerst om te beginnen, al is het maar voor een half jaar, iets moeten doen aan die prijs. Ja. Want anders dan komt er geen activiteit en geen leven in. En dan wordt het er, laat ik zeggen, niet aantrekkelijker van. Nee. En vervolgens... Dat is precies waarop wij jullie nodig hebben. Nou ja, maar dus nu heb je zelf ook al net gezegd,
zit je met de curator, waar je in eerste instantie mee gesproken moet worden. Ja. Ik ken ik toevallig zelf ook van nabij, als je met een curator moet spreken. En als stadsdeel dan. en dat zijn niet de makkelijkste gesprekken. Kan ik ook getuigen. Dus dat is een lastige hobbel die genomen moet worden. Maar op het moment dat jullie zeggen van nou, wij willen nu graag in gesprek met de KEI. En men zou op een of andere manier dat niet willen of wat dan ook. Dan kunnen wij natuurlijk helpen om dat contact te leggen. Maar dat is iets wat jullie zelf met de KEI moeten doen uiteindelijk. Mooi. Dat wordt vervolgd. Ja. Jouw vraag Sorry. Is, wat kunnen jullie doen? Maar eigenlijk niks, toch? Nee. Nou, dat is toch het antwoord? In algemene zin. Kort samengevat? Nee, dat is niet. Dat is volgens mij was het niet mijn antwoord. Politieke middelen naar de KEI. Wij kunnen niet op een individueel geval zeggen, goh, deze ondernemer is in de problemen geraakt, verlaag de huur even. Zo werkt het niet. Wij kunnen wel, en dat doen we dus ook, als het gaat om de winkels op Eiburg, waar de leegstand overigens de laatste tijd fors is teruggelopen, hè, op de Eiburglaan. Maar hebben wij wel, ook in het verleden, in zijn algemeenheid en ook in andere winkelstraten doen we wat, hebben we gesprekken en zeggen we ook tegen andere vastgoedeigenaren, ga nou verstandig om, in plaats van weer snel ondernemer te vinden die er weer 3 maanden inzet en het ook weer niet redt. Want dat is niet waar een winkelstraat beter van wordt. Dus die gesprekken hebben wij zeker. Goed, dus we houden het in de gaten. Als er nieuws is van jullie front, dan horen we dat graag. Dan kunnen we dat melden. En als jullie nog juridisch advies nodig hebben, dan is het bemachtigd iemand op de bank die daar kan iets voor. Dat heb ik net begrepen. Ja. Meester Floor Michels. Ja, ja. Vertel eens. Je hebt iets bijzonders opgezet. Hè? Ik kan juridisch advies krijgen per minuut. En dat betaal ik dus per minuut? Je betaalt per minuut, ja. Per dat is lekker goedkoop. Hoeveel dan? Per minuut, een euro. Nou, en als je nou snel dat advies voor hebt, dan ben ik zo klaar met je, toch? Ja, daarom. Dus dat kost je een euro of zo. Of 2 euro misschien. Dus ik nodig de mensen ook uit om even bij mij langs te komen. En hoe kom je daar nou op, om dat zo te doen? Hoe kom ik daar op? Omdat ik een beetje fan ben van de serie Dana Lewinsky. Dat is een oorspronkelijke Duitse serie. En het gaat over een kapster. En die studeert rechter daarnaast. En die denkt daarna, yes, ik word advocaat. Maar ze voldoet niet helemaal aan het plaatje. Dan moet je even kijken, dan snap je het misschien wel. Jij voldoet ook niet aan het plaatje? Nou, ik zie er iets anders uit dan zij. Je was geen kapster, toch? Nee, ook niet. Nee, die ambitie heb ik niet. En dan raakt ze zo gefrustreerd dat ze overal wordt afgewezen. En dan denkt ze, ik heb het gehad, weet je wat? Ik zet gewoon een tafeltje neer in een winkelcentrum. Wekker, poster van mezelf. 1 euro per minuut. En waar ga jij zitten? Ik heb een zakelijke Facebookpagina. Dat is als je zoekt op Meester Michels Juridisch Advies, dan kun je die vinden. En daar kondig ik aan waar ik zit. Dus dat kan door heel het land zijn. Dat is in ieder geval aankomende zaterdag in de Dio op de Eiburglaan vanaf 2:30. Maar het kan ook volgende maand in Bussum zijn, waar ik vandaan kom, of waar dan ook. En de bedoeling daarvan is dat het gewoon laagdrempelig is. Mensen vinden het toch, ik ben zelf 14 jaar advocaat geweest, nu ben ik jurist. Of dat ben je dan ook, maar ik sta niet meer ingeschreven op tableau. En je moet, mensen vinden het eng om naar een advocaat te stappen of toch de telefoontjes plegen. Je kunt even bij mij binnen zien, maar een beetje als de huisarts, zeg maar. Ik kan je in ieder geval eerst sla en zulbe geven. Er zullen zaken zijn die ik zeg, nou, daar kan ik, dat ga ik ook echt zelf doen. Maar ik heb een netwerk van mensen om mij heen. Echtscheidingen doe ik niet, maar ik weet wel voldoende om je even wegwijs te maken, om je even over die drempel heen te halen. Dus laagdrempelig in ieder geval. Laagdrempelig bedoeld. En kom gezellig aan mijn tafeltje zitten. Nou, ik heb een casus voor je. Stel, het wordt lekker weer, hè, en mijn kind zwemt in het water. Ja, en met 20 andere kinderen, hè? Ja, 20 die er ook bij. Maar mijn kind wordt uitgehaald en krijgt een boete. Ja, die krijgt een boete. Wat moet je dan? Ja. Help, heel Meester Michels. Ik denk wel, dan spreek ik op persoonlijke titel. Mijn kinderen zwemmen ook, bijna dagelijks. Zodra het weer toelaat, dan is het die handdoek en hup, plomp in. Ik woon hier sinds 2004, dus ik ben wel een beetje... Maar ik wil graag juridisch advies. Dan zeggen ze dus van, nou, het is ook wel een soort gedoogbeleid dat het altijd gebeurd is, zeg maar. Dus dan moeten ze wel voor plus dat je ook moet aantonen waarom je daar dan niet mag zwemmen. En wat de gevolgen dan precies zijn. Dit duurt toch langer dan 1 minuut nou, misschien? Maar je denkt echt waar je zult versteld staan. Echt waar je zult versteld staan van hoe lang 1 minuut duurt. Echt waar. Nou, in ieder geval... Ik weet het zeker. We komen er vast uit. Komen we maar zaterdag naar de Dio. Ik heb dus een bonnetje apparaat en dan kan je een bonnetje trekken. Met een bonnetje zou in de rij staan. Steeds gekker hier. En het wordt ook lekker weer, hè. En daar zit Pieter, onze weerman. Ja, Pieter.
Ja. Nou, ja, onze weerman, zeg ik, hè. Maar ondertussen ben je ook nog de weerman van Radio Weesp. Ja. Schrijf je in het Eiburger Nieuws. Eigenlijk ben je niet zo ontzettend van ons alleen maar. Dus hoe komt dat je zo actief dat allemaal doet? Ja, het is al iets van... Het is een fascinatie eigenlijk, hè. Zoals een ander misschien gefascineerd is door de voetbal of zo. Vind ik ook wel leuk, hoor. En ook wel andere dingen, gelukkig. Maar ben ik dat voor het weer? Ja. Dan, ja, dat is toch iets waar je mee opstaat. Als klein jongetje al? Als klein jongetje al? Ja, als klein jongetje al. Toen ik op de lagere school, zoals dat toen heette, toen was ik al heel geïnteresseerd. Ja. Toen ik 9 jaar was eigenlijk al. Toen schreef ik al op wat voor weer het weer was. En wat is nou het eerste wat jij dan doet als je opstaat? Je zei als ik opsta, maar wat is het eerste dan? Oh, ik ga vaak altijd de weerkaarten bekijken voor de lange de termijnprognoses. Dat vind ik wel heel interessant, ja. En ja, ik vind ook de verschillen in binnen Nederland ook wel heel interessant. Maar ja, weer is natuurlijk ook iets heel grootschaligs. Dus je kijkt ook van de luchtdrukpatronen zijn natuurlijk wel heel belangrijk hoe zich dat ontwikkelt, hè. Ik weet dat je alles op je terras hebt staan, een luchtdrukmeter en dergelijke. Ja. Dus ja, iemand anders leest de krant, maar jij leest het weer. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. En wat wordt het weer dan de komende weken? Nou, het ziet er fantastisch uit voor de volgende week. Hè? Ja, ja, ja. Het wordt echt super, echt voluit zomerweer vanaf dinsdag. Het weekend een klein dipje waarschijnlijk. Morgen wel heel mooi weer. Maar volgende week, vanaf dinsdag, wordt het echt volop zomer. En ik denk de rest van de week, waarschijnlijk tot en met vrijdag, dat het wel later in de week wel naar 30 graden gaat. Misschien wel iets hoger nog. En weet je ook al wat over de weken daarna? Ja, dat is heel lastig. Kijk, als ik dat zou weten, zou ik een rijk man zijn. Want zo'n de meest gerenommeerde weerbureaus, die weten nog niets te zeggen over de lange termijn. De AccuWeather uit Amerika, die voorspelt een niet al te beste zomer eigenlijk. Nee. Echt? Ja, echt. Ja. Maar als je nu kijkt naar de ontwikkelingen en een weer meteoman die denkt dat hij daar toch een beetje gevoel voor krijgt op een gegeven moment. Dan denk ik dat het toch een wat vrij warme zomer toch gaat worden, maar wel wat wisselend. Komende week dan een aantal dagen heel warm. Daarna dan waarschijnlijk eind volgende week, vrijdag of in het weekend erna, dat is nog niet duidelijk. Dan onweer en dan weer een lichte afkoeling. Dus we moeten toch wel naar het zuiden voor stabiel warm weer. Ja, ik vertrouw het zelf niet helemaal. Ja. Maar ik denk dat het een vrij warme, wisselvallige zomer wordt. Net als vorig jaar trouwens. Toen juli heel warm was, maar heel nat. Maar augustus was vorig jaar heel koel en heel nat. Maar het zou augustus dit jaar toch ook wel iets beter kunnen zijn dan vorig jaar. Laten we dat hopen, Pieter. Ja. Laten we dat hopen. Ja, ja, ja. Nou, we zitten hier nog droog en ook wel warm. En het is einde van de uitzending. Ja. En wij willen alle gasten bedanken en het publiek bedanken. En we houden een korte stop, want het is inderdaad vakantieperiode. Ja, het is vakantieperiode en wij zijn ergens in september weer terug, maar dat laten we allemaal wel weten. Wij danken onze gasten die aanwezig willen zijn. Als je nog wat meer informatie over Vrijburg wil hebben, kijk dan op café-vrijburg.nl. Ja. En kijk voor de kookboeken even op onze site, daar staat het allemaal genoemd. Ja. Nou, we wensen iedereen een hele fijne vakantie. Wij gaan zelf ook even met vakantie. En dan zien we jullie weer ergens in september. En we houden jullie op de hoogte van alles wat er op Eiburg speelt. Fijne vakantie allemaal. Fijne vakantie. Tot ziens.